Vandaag zijn we bij de Kinderdijk. Ja. Bekend van alle molens natuurlijk. En helemaal leuk omdat Filou groot fan is van molens, hè? Dus dan gaan we zo meteen eens even binnenkijken. Het is ook wel bijzonder, want echt, het is bij ons in de achtertuin. En het is een werelderfgoed. Het is gewoon wel, echt wel iets bijzonders. Wereldwijd komen mensen hier naartoe om de molens te bekijken. Ja, het ligt hier 2 meter onder de waterspiegel. Dus het is natuurlijk heel bijzonder hoe dat watermanagement helemaal in elkaar steekt. En hoe ze dat dan met die molens managen. Ja, daar hebben we net een filmpje ook over gekeken. En dat is ook het leuke vooraf van als je een ticket koopt. Dat je dan een filmpje kan kijken erover. Gewoon net even wat extra's met het bootje mee kan. Zelf de molen in de wind zetten. Ja, ook. Ja, heb jij gedaan, hè? Dus ja, dat is echt wel heel erg leuk. Kom maar met 2 handjes. Met 2 handen. Ja, zie je, dan gaat het molentje draaien. Kijk, dan gaat hij draaien. Heel hard! Heel hard! Ja, want nou staat hij precies op de wind, hè? Hartstikke goed, doe jij dat, zeg. Oh, hij is gedraaid, hè, de wind. Kan hij weer draaien? We moeten hem weer draaien. Zullen we dat proberen? Ga maar draaien. Kijken waar hij weer naar de wind. Kijk, oh ja, goed zo! Wat knap van jou! Jij bent echt een molenaar. Ja! Als hij weer stopt, dan kan ik hem weer draaien. Ja, want dan is de wind gedraaid. Kijk maar, het beltje gaat weer draaien. Ja, molentje. De bocht om. Ja hoor. Ja, daar gaat hij weer. Daar gaat hij weer. Ik wil geen spaghetti. En wat heb je voor drinken dan? Limonade. Lekker. En een koekje. Gevulde koek. Oh, altijd lekker. Ja, met een mooi uitzicht. De Romeinen zeiden het al, in een moeras kun je niet wonen. Waar moet je helemaal trekken? Ja, de bewoners die zich hier rond 1250 vestigden, maakten dit drassige gebied bewoonbaar. Aangenaam Albert Kuip, landschapsschilder. Ik ben geboren en getogen in Dordrecht en ken dit gebied op mijn duimpje. En het ware verhaal over de oorsprong van de naam Kinderdijk luidt als volgt. In 1421 teisterde een zware storm ons land, de Sint-Elisabethsvloed. Toen die storm geluwd was, gingen de bewoners hier kijken of er nog wat te redden viel. En vanuit de verte zagen ze een wiegje aankomen drijven. Toen het dichterbij kwam, zagen ze dat het een kat was die een wiegje in evenwicht probeerde te houden. Door heen en weer te springen, en in het wiegje lag een baby. Gezond en wel. Vandaar dus Kinderdijk. Nu wachten we dus op de boot die ons naar een molen brengt waar de beesten lopen en waar je ook kan zien hoe die werkt. Dus dat gaan we doen. En lekker windje. Dus ze zullen het echt goed Hollands doen. Weer. Echt Hollands weer, ja. Kijk, daar komt zo een beetje aan, mama. Komt er hierheen? Dat denk ik wel, ja. Joepie, bootjes. Hallo, kapitein. Zie je? Nou, we gaan maar snel die kant op. Ja, kom maar. Welkom aan boord. Nou, zal de kapitein jou dan eens een hand geven? Kijk een handje voor je. En hoe heet jij? Filou. Hier, dan kan je het zo zien. Niet zo goed zien. Nou, we gaan toch boven zitten, Filou. Ga je even mee met papa? Ik ben Ontario. Ik ga some hand. Oké. Yes. Je mag gewoon sturen, Filou. Je mag zien. Sturen. Dat gaat goed. Zo. Opa. Dat is gaaf. Yes, it's like all French. Oh, Filou, dan mag je achter het stuur als een kapitein. Daar zit een geitje. Zullen we daar naartoe lopen? Ja. Wat een dikke knuffels. Ik hou niet van molen. Hou je niet van molen? Nee. Nee? Waarom niet?
Oh, weet je die leuke? Oh. Ah, die is heel ver weg. Nou, we hebben de boot genomen en die boot vaarde zo over die boezems langs al die molens. Ja, gaaf perspectief, dus die is toch nog weer vanaf het water, erg mooi. En nu zijn we uitgestapt bij de Blokweermolen, dat is deze molen hierachter. En die houdt dan dus die polder daar droog. Als je zo dichtbij staat en het waait best hard, dan merk je ineens hoe hard die wieken eigenlijk toch nog wel draaien. Dus de klap van de molen, ja, dat is best wel een dingetje, geloof ik. We kunnen even naar binnen, maar het leuke is ook, er is een tuintje bij waar de geiten lopen en konijnen en een moestuin. Dus nou, daar gaan we eens even rondkijken. Ja. Als je de bakken beter, kijk, ze streek voorbij. Kijk eens, Fido, dit voel je echt bij je. Kijk eens. Ik heb eieren. Hier naar de haal. Oh, en de sla groeit hier ook. Ik moet even tabasjes. Een strijkijzer, een ouderwetse strijkijzer. Waar is de pop? Slaap ze lekker. Wat ik dus niet wist, is dat er zijn twee soorten molens hier, stenen molens en rieten molens. En die stenen waren eerder gebouwd, maar die zijn vrij zwaar, dus die zijn gaan zakken. Dus toen ze 2 jaar later nog meer molens gingen bouwen, hebben ze rieten molens gemaakt. Die zijn lichter. Nou, leuk weetje toch? Nou, het is wel een beetje winderig vandaag en Hollands weertje, een beetje fris. Maar nu het zonnetje, dat is wel erg lekker hè? Heerlijk! Oh. En dan is die schittering op het water. Ja, het is echt prachtig. Was je nog in de molen geweest? Ja. En wat was er in de molen? Een keer piepie baby. Oh, wat ging je dan doen? En haar wiegen. Ah. En ik ging haar op bed steken. Ah, wat lief. Dekentje eroverheen. Mooi hè. En haar schoentjes uit. Oh ja, schoentjes uit. Ja, maar dit was wel een rommeltje. Het was een beetje een rommeltje geworden. Waarom? Die daar weer, ja. Nou, Filou ligt heerlijk te slapen. Het was natuurlijk ook een heerlijke ochtend. Gezellig, zo met z'n drietjes. Nou, lekker buiten. Het zonnetje kwam op het laatst nog door. Ja, echt super fijn. Het is echt heerlijk. Het is echt helemaal moe. Ja. Dus voorlopig slaapt ze nog lekker. En ja, er is nog veel meer te doen. Dus we gaan er zeker nog een keer terug. En ja, wil je er ook een keer heen? Ga naar de link onder deze video. Dan kun je zien wat er allemaal te doen is. Bedankt voor het kijken naar deze video. Volg je droom, geniet van je dag. En tot volgende week. Doeg! Doeg!